Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel, die helpt. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Goedemorgen, 5 HAVO Wiskunde A. Welkom bij Wiskunde met meneer Snel. Vandaag wil ik eventjes kijken naar som 37 en dan uitleggen wat halveringstijd is. Dat is bijna hetzelfde als halveringstijd, maar verdubbelingstijd heb je als iets procentueel toeneemt per tijdseenheid. En halveringstijd heb je als iets procentueel afneemt. Dus de berekeningsmethode is eigenlijk gewoon hetzelfde. En er is nog een ander stukje theorie waar ik wat over wil zeggen, de vermenigvuldigingsfactoren. En dat is, daar valt niet zoveel aan uit te leggen, dat moet je gewoon een keer gezien hebben en dan een paar keer zelf doen. Dus nou zie ik dat ik wat betreft mijn krijtvoorraad erg krap zit hier bij het bord. Dus ik pak eventjes een vers krijtje. En we gaan even kijken naar som 37. In som 37 op pagina 30 van het boek wordt gezegd: in Nederland werd in 1999, ancient history, bijna 44 miljard euro aan zorg en welzijn uitgegeven. Nou, dat zal er wel. Sindsdien zijn die kosten enorm toegenomen. Niet in elke periode was de groei even groot, zie je de tabel. Dan worden er 4 periodes genoemd met jaartallen en dan wordt de jaarlijkse groei genoemd. Een nadeel van het geven groeipercentage is dat je groei mogelijk onderschat. Verdubbelingstijden geven een beter beeld van de sterkte van de groei. Breken voor elke periode de verdubbelingstijd in jaren nauwkeurig. Ja, oké. Dus nou moeten we 4 verdubbelingstijden gaan uitrekenen, beste mensen. En dat kunnen wij, want we zijn stoer. Die eerste. Lieve mensen, je mag ook live meekijken. Je hoeft niet te gaan zitten kletsen en later op YouTube terugkijken. Dat is raar. Oké. Als je een groei hebt van 9,7%, dan heb je een groeipercentage van 1,097. En als je de verdubbelingstijd wil weten, moet je deze vergelijking oplossen. 1,097 tot de macht t is gelijk aan 2. En er waren 2 methodes voor. Eentje was met calc-intersect en de andere was met log-base. Ik doe er eentje met calc-intersect en de andere doe ik met log-base omdat het minder werk is. Dus we pakken eventjes de rekenmachine in beeld. En we gaan hem even invoeren. Nou, als je dit op de rekenmachine doet, dan zeg je I1 is 1,097 tot de macht x. En I2 is gelijk aan 2. Dus dat gaan we even invoeren. Dit mag weg. 1,097 tot de macht x. Tot de macht is niet helemaal overgekomen. Ja. En die andere was 2. Nou, het window, mensen hadden het vorige keer over gehad, hè. Het I-window moet gewoon zijn dat die 2 goed in beeld is, dus van 0 tot 3 bijvoorbeeld. En het X-window, ja, ik zou het laten lopen van 0 tot 10 en dan eens kijken wat er gebeurt. En I dus van 0 tot 3. Nou, als je dat gaat tekenen, dan krijg je dit prachtige grafiekje in beeld. Zoiets. En nou, dat snijdt elkaar en als je dat snijpunt wil vinden, dan gebruik je intersect. Dus dan zeg je calc intersect. Geeft x is goed. Second trace. Intersect optie 5. En dan zijn er maar 2 curves. Dus hier kun je gewoon enter, enter, enter doen. En dan zegt hij dat het zit bij 7, moest het nog in een halve decimaal of zo? Nee. Dus laten we zeggen dat het 7,49 is. Dus de verdubbelingstijd. Is 7,49 jaar. Je moet altijd even antwoord geven in de taal van de som. Dit is rekenmachinetaal. Dit schrijf je op om te laten zien wat je op je rekenmachine doet. Dit is verplicht. Maar je moet ook nog je antwoord even terugvertalen naar de context van de som. Dat is altijd zo als je je rekenmachine gebruikt. Goed. Nou, leuk is dat. En dan moet je dat bij die andere 3 periodes ook doen. Maar dat vind ik wel een beetje saai. Vinden jullie dat nodig om dat alle 3 te doen? Want het lijkt mij nogal saai, het is 3 keer hetzelfde. Dus laten we doen dat als je dit niet had gedaan en je snapt het niet, dan ga je zelf proberen om die 3, 4 en 2 op deze manier te doen. En kijken of je hetzelfde uitkomt als het antwoordenboek. En als je daar niet uitkomt, dan vraag je mij. Maar het is gewoon steeds deze berekening. Dus dan gaan wij even naar B. B is op zich nog wel grappig. Bij B wordt gezegd, onderzoek. Nou.
onderzoek of in de periode 2000 tot 2011 de zorgkosten in Nederland zijn verdubbeld. Oké, 2000 tot 2011. Ja? Er moet onderzoek of de zorgkosten zijn verdubbeld. Nou, van 2000 tot 2003 was de jaarlijkse groei 9,7% per jaar. Dus de groeifactor was dit. En dit had je voor 4 jaar. Toch? Dit was 2000 tot 2003. Daarna ga je van 2004 tot 2005, dus 2 jaar, met 3,8 groeien. 3,8%. Dus dat is 1,038 tot de macht 2. Dan, in die periode 2006-2007, dat zijn ook 2 jaren, heb je een groei van 5%. Dus dat is 1,05 tot de macht 2. En de laatste periode is 2008 tot 2011. Dat zijn 4 jaren, hè. En dat is dus 4,4% toename. Dus dan doe je 1,044 tot de macht 4. Dus en als je deze hele vermenigvuldiging doet, dan heb je de toename van 2000 tot 2011. Dus gaan we gewoon dit even uitrekenen. Oké, 1,097 tot macht 4 keer. Nee, je moet eerst naar beneden. Zo, keer 1,038. In het kwadraat. En als je dan de kwadraatknop gebruikt, hoef je niet naar beneden. Dan komt het kwadraat er te staan en dan kun je gewoon meteen weer keer in toetsen. Het is een geweldig ding, deze rekenmachine. Zo, en dan nog een keer 1,044 tot de macht 4. Zo. En dan komt een antwoord uit. Nou, dat is 2,04. Dus, en dan even kijken wat precies de vraag is. Ze zijn meer dan verdubbeld, hè? Dus zorgkosten meer dan verdubbeld. Oké, duidelijk? Goed, dan gaan we het even hebben over halveringstijd. Dit ga ik uitvegen en dan komt de halveringstijd. En ik heb ook weer een leuk pakkend voorbeeld voor jullie. Goed, inflatie. Door de inflatie neemt de waarde van je euro's elk jaar af met 2%. Misschien wel iets meer, maar laten we even aannemen 2%. Ja? Dus hoe lang duurt het voordat de waarde van je geld is gehalveerd? Hoe lang denk je? Een jaar? 100 jaar? Iedereen had zijn mond. Ja, dat begrijp ik wel. Oké, een afname van 2%. Welke groeifactor hoort erbij? 0,98. Die 0,98 die moet je een aantal jaar achter elkaar toepassen, hè, want het was per jaar. Die inflatie. En ik wil weten wanneer je een halvering krijgt. Nou, een halvering, dat is dat hier een half staat. Dus bij de halveringstijd ga je niet kijken wanneer er 2 uitkomt, want het gebeurt niet. Je gaat kijken wanneer er een half uitkomt. Nou, dit gaan we even oplossen. Gaan we weer op de rekenmachine. I is 0,98 tot de macht x. I1, I2 is 0,5. Ja. Invoeren. Deze zooi moet weg. Deze zooi moet ook weg. Oké. Dus 0,98 tot de macht x. En daaronder zetten we dan die 0,5. Nou, wat betreft het window, hetzelfde verhaal als net. Alleen, je wil die 0,5 in beeld. Dus het is voldoende om je ei te laten lopen van 0 tot 1. Dan komt die half al mooi in beeld. Dus ik zou mijn ei max op 1 zetten. En ik denk dat in 10 jaar dat je dat nog niet, je halvering hebt. Dus laten we hier even 50 jaar van maken. Dan denk ik dat we hem wel gaan zien. Dus, ik heb... Ja, ik denk dat hij dat wel pakt. Oké, nou dat gaatje ziet de waarde van je geld afnemen, zie je dat? En dan zie je een snijpunt, dat kun je vinden met calc-intersect. En calc-intersect geeft een antwoord. Nou, even doen. Bla bla bla. En dat is 34,3 jaar. Geeft, dus calc-intersect geeft, x is 34,3 jaar. Dit is rekenmachine taal.
En dan moet je nog zeggen, na 34,3 jaar is de waarde van je geld gehalveerd. Ja? Oké, nou dat is een opwekkend voorbeeld. Dus het werkt hetzelfde als verdubbelingstijd. Kan het dan ook met log base, meneer? Ja, het kan ook met log base. Zal ik nog even laten zien. T, log base. Onder in de log moest je dan het grondtal zetten, dus 0,98. En in de log moest je dan uitzetten wat je wilde, een half. Dus dan gaan we checken of hier ook die 34,3 uitkomt. Log base zat bij mat, ergens onderaan, optie A. Zo. Onder in de logbase moest je het grondtal zetten, de 0,98. En in de logbase waar je naartoe wil, de half van de halveringstijd. En dan zie je dat je inderdaad hetzelfde antwoord krijgt. Mooi hè? Oké, goed. En dan nog een nieuw onderwerpje, som 43a, even over hebben. Ik denk dat dat dus wel duidelijk maakt wat je moet doen. Jullie moeten uiteindelijk zelf er een beetje mee stoeien. Goed. 34a. Nee, 43a. Okay. 43a. Die staat op bladzijde 32. Er wordt gezegd, een hoeveelheid neemt eerst 3 jaar lang met 12% per jaar toe. En neemt daarna nog 2 jaar met een vast percentage per jaar toe. Ze zeggen niet hoeveel procent, maar een vast percentage. Na deze 5 jaar is de hoeveelheid verdubbeld. Bereken voor de laatste 2 jaar het jaarlijkse toenamepercentage. Oké, dus we hebben een situatie waarin er 5 jaar achter elkaar iets gebeurt. Ja, dit zijn de 5 jaren. Ik begin met een hoeveelheid. Nou, ik weet niet hoeveel, dus mijn hoeveelheid is gewoon even 1. En dan neemt het 3 jaar lang met 12% toe. Dus hier komt 12% bij. Hier komt 12% bij. Hier komt 12% bij. En hier komt een onbekend percentage bij, dus x procent. En hier komt hetzelfde onbekende percentage bij. En dan, na die tijd is het verdubbeld. Oké, een toename van 12%. Welke vermenigvuldiging moet je dan doen? Ja, je gaat vermenigvuldigen met 1,12. Dus je doet keer 1,12. Keer 1,12. Keer 1,12. En dan heb je nog een onbekend getal waar je mee moet vermenigvuldigen. Een groeifactor die ik niet weet. En nog een keer die groeifactor. En dan uiteindelijk moet het 2 zijn. Dus in het eerste jaar keer 1,12. Tweede jaar keer 1,12. Derde jaar keer 1,12. En het vierde en vijfde jaar allebei keer een onbekende groeifactor. En dat moet 2 zijn. Dit is een vergelijking. Hè? Want hier staat gewoon 1,12 tot de derde keer g kwadraat is 2. En dit is een vergelijking, die kan je oplossen. Het boek doet het volgens mij met de rekenmachine. Nou, dan doe ik het ook met de rekenmachine. Dus, invoeren. I1 is 1,12 tot de macht 3 keer x kwadraat. Mag ik dit getal ook eerst uitrekenen, meneer, en dan invullen? Ja, natuurlijk mag dat. Maar als je het zo invoert, kan je geen afrondfouten maken tussendoor. I2 moet gelijk zijn aan 2. En dan gaan we kalk intersecten. Dus, komt-ie. I is 1,12 tot de macht 3. Oh ja, weet je dat hij die tot de derde ook kan invullen via het matmenu? Dat is best grappig. Kijk, dan hoef je niet eerst een pijltje opzij te doen. Ja, de tijdwinst die me dat oplevert ben ik nu al kwijt. Maar als je doet mat en dan optie 3, dan krijg je hem tot de derde. En dan kan je meteen op de grond weer verder typen. Zie je dat? Leuk, hè? Oh. Oké, dus 1,12 tot de macht 3. Ja, keer x kwadraat. Kwadraat. Ja, en daar moet uitkomen 2. Goed, ik had net mijn window van 0 tot 1 gezet op i. Dus ik ben bang dat ik hem weer even terug moet zetten op van 0 tot 3 of zo. Dat ik de 2 mooi in beeld heb. En ik ben bang dat mijn x-window wat te groot is. Dus mijn x-window zet ik gewoon eventjes op 10. En mijn i-window zet ik eventjes van 0 tot 3. Nou, wat krijgen we dan in beeld? Je krijgt een parabooltje hier. En een lijntje en een snijpunt. En dat snijpunt dat vind je met kalk intersect. Kalk intersect geeft. Second trace. En de intersect optie 5. Bla bla bla.
En dat zit bij 1,193. Dus wat is dan het jaarlijkse groeipercentage? 19,3%. Dus het jaarlijkse groeipercentage is 19,3%. Mooi, hè? Oké, zijn hier vragen of opmerkingen over? Oké, dan gaan we afsluiten. Dank jullie wel voor de aandacht. Tot de volgende keer. Dag. Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter, maak je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Hij kan zien als je het onverschrijft. Meneer Snel, bro, ja, dat is een feit. HBO of universiteit. Meneer Snel, die zorgt dat jij bereikt. Tienen halen, je zal niet gaan vallen. Deze les is gratis, je gaat niet betalen. Om meneer Snel fout niet te haten. Vertel je moeder of vertel je vader. Ja, dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter, maak je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft.